Ja, toen ik vanmorgen in de krant las dat jonge acteur Eden Dambrine feitelijk op een trein ontdekt is door Lucas Donter, de regisseur, dan kon ik mijn eigen voor de kop slagen. Hè. Van een misgelopen kans gesproken. Onze Angelo is ook beginnend acteur en toeval wil nu dat hij 2 weken geleden op de trein ook is aangesproken door een man. Die vroeg dan of hij hem zo wat foto's en wat filmpjes mocht maken. Voor een intiem project. Intiem project. Close. Close 2, denken Close wij. Close 2. Maar hij is er dan niet op ingegaan. Sorry, mama. Ja, nee, sorry, sorry. Komt altijd te laat natuurlijk. Hè. Maar ergens begrijpen we het ook wel, want wij hebben hem altijd gezegd dat hij niet met vreemd volk mag meegaan. Nu, wij wisten ook niet beter. En als er iets is wat we niet willen, is hem in de weg staan voor zijn carrière. Ja, en vandaar dus onze oproep naar dit manspersoon van op de trein. Een naam hebben we niet meegekregen, maar hoe zag je eruit? Een regenjas, een dikke bril en hij ademde met zijn mond open. Voilà, een artiest, hè. Meneer, onze Angelo is een fantastisch talent, koende bouwpotentieel. En die acteermicroben heeft hem eigenlijk helemaal van zijn vader, want met een Piet en nog een rolletje gaat hij witsen. Mijn kracht 1, ook. Ja, dus zie ik er nog eens van witsen. Inspecteur Van Duin, hier zijn de resultaten van het bloedonderzoek. Het is in feite door die resultaten dat ik daar binnenbreng dat de witser uiteindelijk de moord oplost, hè, feitelijk. Zetten ze nu nog altijd uit. We laten onze Angelo vandaag heel de dag op en af pendelen tussen Sint-Katelijne en Brussel. Dus meneer, alsjeblieft, als je hem ziet, geef hem nog een kans. Je gaat het u echt niet beklagen. Echt niet. Ah, daar is hem juist, hè. Hey, Sanse. Je weet het, beleef in de dream, hè. Yes. Beleef in de dream. Weet je waar die trein naartoe gaat, schat? Naar Schaarbeek, dacht ik. Naar Hollywood. Je trein gaat echt naar Hollywood.